Nee! Ik heb Truant. Maar goed. We kunnen nog winnen, misschien. Ik zie niet hoe, maar het kan nog. Oh, ons geluk. Waar is het? Niet aanwezig. Het enige nadeel is dat het al een is, want als hij dan een negatieve ability heeft. Ja, dat kennen we, ja. Hallo mensen van GamersB, welkom bij een gloednieuwe aflevering, al zou het ook dezelfde aflevering kunnen zijn, want we staan weer gezellig bij Professor Oak, alsof we het leuk vinden. Ja. Over 20 afleveringen staan we hier nog. Je moet toch iets hebben om herkenbaar te blijven? Nou, wij blijven gewoon altijd in de eerste route zitten. En mijn eerste Pokémon is een Tauros. Oh, mijn is een Beautyfly. Oké. Beide niet heel... Ik heb een Moltres. Oh, ik een Tyrogue. Tyrogue, oké. En een Onix. Een Marowak. Ik denk dat het dan Marowak dinges wordt. Ja, Marowak Moltres. Tyrogue is gewoon... omdat het een baby Pokémon is, is hij gewoon slecht. Maar ja. Ik vind Tyrogue wel een vette Pokémon. Moet je die ook evalueren met Friendship? Nee. Gewoon level 20. En dan is Tyrogue ook niet een hele slechte... Nee, alleen, hoe heet het, wil ik dan wel Hitmontop eigenlijk. Ja. Maar dan moet je geluk hebben. Ik zit te twijfelen tussen Marowak en Tyrogue. Welke pak jij? Ja, ik pak Moltres. Moltres. Ja. Maar ik wil niet weer doodgaan. Even denken. Ik pak Tyrogue. Ik heb hem gewoon besloten. Oké. Okay. Dus Moltres Tyrogue. Ik schrijf het waarschijnlijk helemaal verkeerd. Maar dat is wel echt zo'n Pokémon. Die kom je echt bijna nooit tegen. Mijn namen zijn Omfante Cringe. Dus okay. Mensen die daar niet tegen kunnen. Jammer dan. Yeah. Oké, okay, hij pakt een Tauros. Dat is op zich wel chill. Want die is op zich wel... Oh, hij pakt de Beautyfly, dat is ook wel nice. Alleen, Beautyfly heeft natuurlijk weer een fly aanval waarschijnlijk. Oh ja, door de randomized yep. Moves. Tja. Oké. Okay. Hi, Beautyfly. Oké, okay, ik ben echt benieuwd welke aanvallen ik heb. Dat is wel gunstig met Tyrogue. Je hebt nu wel goede aanval moves misschien. Ja. Oké, okay, ik heb Fire Punch en Signal Beam. Waarom geen idee? Ik heb Ice Beam. Huh? Ah. Maar waarom? Dat is totaal... Nee, ik ben maar net KO. Oké, in principe maakt dat nog niet uit, gelukkig. Nee. Rock Slide. Oké, okay, ja, dat killt natuurlijk. Ja. Logisch. Dat is wel een nadeel met Moltres. Die heeft natuurlijk 4-time weaknesses. Mm-hmm. En dat is wel minder. Oké. Gast, hou maar op me praten. Ik snap het, ik heb verloren. Sorry. Sorry dat ik niet goed ben in Pokémon. Ik weet het nu wel. Oh, kom ik een Cleffa tegen met Area Trap. Oké. Okay. Zolang het een Cleffa is. Super effective. Dat scheelt. Nee, want ik heb alleen maar Ice Beam. Oh, je hebt alleen maar Ice Beam. Yep. Oké, okay, dat is wel minder. Oké, okay, ik kom een Growlithe tegen in de eerste. Oké. Okay. Oh, dat kan natuurlijk niet, want ik heb een Moltres. Oh ja. Maar ja, het moet eerst nog Pokémon halen. Klopt, dus het kan nog. Ik ga wel gewoon vechten, denk ik. Want, we hebben toch nog geen Pokéballs. Dus ik kan en nog niet dood. En het geeft experience. Oh, een Entei. Nee! Ik heb Truant. Serieus. Oh nee. Dat is echt goor. Hij is loafing around. Dan heeft hij sowieso Truant, toch?
Welke aanval deed je? Ja, hij heeft True Hand. Oh. Moves only every two turns. Dat is zo cool. Dit is echt... Ah, waarom kan niks goed gaan? Echt, hè? Help ons. Dan is... Hey, ik wil niet veel zeggen, maar dan is Growlithe misschien beter dan onze starters. Ligt eraan wat jij krijgt. Yep. Maar een Pokémon met Truant, sorry hoor, maar dat is gewoon... Ja, dat is echt wel heel trash. En het is ook nog een Moltres, dus dat kan niet even... Ja, precies. Dat is echt gewoon... Ah, damn it. Oké. Maar goed. We kunnen nog winnen, misschien. Ik zie niet hoe, maar het kan nog. Ah, dat is wel weer echt heel goor, hoor. Ze proberen ons wel hard te naaien. Maar ook van alle abilities. Ik had liever slow start gehad. Oh, die zit niet eens in deze game, trouwens. Bedenk me nu. Dat is Regigigas, natuurlijk. Maar alsnog, ik had liever slow start gehad. Is ook wel vervelend, maar... Truant... Ah, dat is echt niet te doen. Oh, ons geluk. Waar is het? Niet aanwezig. Oh, please. Ik vraag niet veel van het leven. Alleen een beetje geluk in Pokémon, yeah. Alsjeblieft. En mijn eerste encounter is tot nu toe nog niks. Maar nu is het een... Horsey. Oké. Horsey. Oké. Ik denk dat hij nog wel een redelijke catch rate heeft. Dus... Ah, ik heb een Shuppet. Die heeft een... Oh, trouwens. Oh, dat doe ik verkeerd. Het is een Shuppet, maar wat wou ik zeggen? Is het een male of een female? Oh, goeie. Volgens mij was het een male. Een female, sorry. Oh, dan moet ik een nieuwe Pokémon tegenkomen. Dat is baal. Die Shuppet had ik wel kunnen vangen. Er zijn hier dus ook Entei's, die kan ik echt niet vangen. Zal een Signal Beam killen? Ja, ik denk het wel, eigenlijk. Ik ben Moltres. Net gekilld door een Signal Beam. Ik ben wel een Moltres en 2 levels hoger, dus ik ga ervan uit van wel. Oh, zie je, Entei. En Entei heeft geen gender, dus die moet ik vangen. Maar die kan ik echt niet vangen. Dat gaat echt nooit lukken. Nee. Ja, nee, oké, ik heb 1 Pokéball gegooid, maar dan kunnen we beter denk ik gewoon runnen, want anders ga ik dood door deze horsie. Ik heb gerund. Oké, ik moet nog zien te runnen. Oké, ik kan runnen, dat is al heel wat. Oké, dan ga ik even kijken of ik meteen Pokéballs kan kopen. Oh nee, ik kom nog een encounter tegen. Oké, Growlithe, die doet niet zo heel veel damage. Ik baal wel... Echt, dat waarom hebben we... We hebben ook gewoon echt de hele tijd van die scenario's dat je denkt van... Oké, ja, dat is niet helemaal jullie fout, weet je wel. Oké, misschien behalve het switch trainen van die Trico. Dat was misschien ook niet al te slim, maar... Ja, en dat maar... ik net vergat te healen, waardoor ik dood ging door Burren. Ja, oké. Oké, ik ga in route 22 nu de eerste Pokémon doen, ja? Oké. En dat is een... Pam, 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 pam. Baltoy. Oké, ik denk dat hij eigenlijk best wel een hoge catch rate heeft, maar... Ik heb eigenlijk geen idee. We gaan het proberen, hij is level 2. Dat scheelt. Ik heb hem. Ja? Ja. Oké, en dat is Brock. Ik denk het wel. Brock is psychisch, toch? Ja, Brock is psychisch, denk ik. Baltoy is genderless, dus je maakt niet uit welke gender. Oké. Ja, Allo is ground psychisch trouwens. Oké. Oké, het is liever iets dan niets. Ik heb een plussel. Oké, ik ben alleen al vergeten hem een naam te geven. Dus als we in Lavender Town komen, moet ik hem nog even een naam geven. Oké, plussel. En jij had... Baltoy. Ik heb alleen geen idee hoe ik die Baltoy ga trainen. Dat zal wel. Hoezo, heeft hij... Hij is level 2. Oh, ja, zo. Ja, oké.
Hij heeft mudshot, dat is op zich oké. Plussel. Oh ja, Plussel heeft natuurlijk ook random aanvallen. Dus dit hoeft niet zo slecht te zijn. Normaal is Plussel natuurlijk trash. Ja. Normaal is Plussel natuurlijk trash, maar nu kan het niet trash zijn. Heb je hem al gevangen of niet? Ja, ik heb hem. Ik noem hem wiskunde. Want als ik aan plus denk, dan denk ik natuurlijk aan wiskunde. Dus. Oké, dus we hebben een nieuwe pair. Yes. En deze kan alle twee, toch? Ja, Baltoy is ground. Ja, dus dat kan gewoon. Oké. Dan ben ik, denk ik, volgende. Ik zal eventjes zijn ability checken voordat zijn ability ook helemaal trash is. Ook true world. Forecast. Changes with the weather. Dus dat is gewoon neutraal. Thunder Punch heeft hij als aanval. Oké. Heb ik nou geheeld? Oké. Ik ga... Deze gast weer. Met zijn Weedle. Oh, deze Weedle heeft Sandstorm. Of Sand... Die ability dat je Sandstorm summont. Oké. Kijken in route 2 wat ik heb. Ik ga even kijken welke... Charizard! Oké. Aan de ene kant is het... Als we deze kunnen vangen is het een mooie vervanging voor de starters, denk ik. Maar we moeten hem nog vangen. Ja, dat is moeilijk hoor. Dat is moeilijk. Ik denk wel dat hij een Fire Punch aan kan, want hij is natuurlijk dat is natuurlijk not very effective. Mail. Oh, ook een Charizard, what the fuck? Wat? Soul Linked! Dat is helemaal Soul Linked gewoon. Oh, waarschijnlijk is Beltoy alweer dood. Meen je dat? Ja. Nee! Ik meen het. Oké. Oeps. Oké. Moltres heb jij. Wacht. Jij bent die Charizard nog aan het vangen? Ik ga proberen Fire Punch. Hopen dat hij niet doodgaat. Oké. Ja, hij is niet dood, dus. Oké, ik kom Kingdra tegen, alleen die is mild. Dus dit volgende. Ja. Oh, kan weer niet escape. Straks ga ik nu weer een keer doen. Baltoy is wel ground, hè? Ja, maar die was al dood. Oh ja, welke heb je? Oh ja, Tyroke. Ja, en Tyroke is ook dood. Nee. Ja, ik kon 3 keer achter elkaar niet escapen. Oké, wat gaan we deze serie überhaupt nog voortzetten? Want ik heb niet echt het gevoel alsof het veel beter wordt. Jawel, ik wil nu gewoon halen. Ik wil het gewoon een keer doen. Ja, oké. Dan randomize ik de roms. Nog een keer. En dan zien we jullie zo terug. Daar zijn we weer. Op een gloednieuwe plaats. Oh nee, wacht. Hier zijn we al 10 keer geweest. Yeah. Maar we hebben wel een eerste Pokémon en dat is Omastar. Dat voor mij een Medicham. Omastar, is dat Primary Rock zeker? Want dat is een fossil. Oh ja, ik denk het wel. En ik Manectric. Ik heb Tyranitar. Nice. Het enige nadeel is dat het al een Tyranitar is, want als hij dan een negatieve ability heeft... Ja, dat kennen we, ja. Ja. En een Ralts. Ja, Nidoran. Ik zit te twijfelen serieus om de Ralts te nemen, eigenlijk. Oké, want... als jij de Ralts neemt, dan kan ik mijn Medicham niet pakken, dus dan pak ik mijn Nectric. Ja? Ja. Aan de andere kant, ja... Kijk, Ralts kan nog evolueren en Psychic is minder te vinden. Dus ik denk dat Ralts beter is. Oké, dan pak ik mijn nek. Dus ik doe Ralts. Oké. Ralts, ik heb geen idee. Geen idee voor een naam. Ik noem hem Gijs. Waarom? Okay. Geen idee. Hij is een jongen en Gijs is gewoon een mooie naam, oké. Ik noem mijn Manectric Serious. Oké, mijn is... Hij pakt de Tyranitar.
Oké, dat is tot nu toe niet erg. Nee. Maar ik kan hem niet hitten. Ik kan hem waarschijnlijk niet hitten. Daar moeten we gewoon van uitgaan. Oké, Tyranitar, ja. Oké, wat heb ik? Eggbomb. Oké, ik kan hem wel hitten. Dat is al heel wat. Ja, het is not very effective. En ik ben dood. Nice. Oeh, ik heb gewoon 4 aanvallen. Oh, nice. Welke heb je gekozen dan? Ook weer. Electric. Oh ja. Thundershock, Thunder. En nog 2. Ik heb Ralts. Ik moet ook opschrijven, breng me nu. Ralts en mijn Nactelik. Starter. Ja. Oké. Ik ga gewoon alvast een beetje lopen in het gras. En totdat de pokeballs hebben, moeten we eigenlijk gewoon iedereen proberen te verslaan. Want we kunnen toch niet, dan nog niet dood. Ja, maar er zijn toch nog geen trainers voor de pokeballs? Nee, klopt. Maar je kunt wel, hoe heet het? Wilde, ja. Ja. Kijk, ik ben nu dood, maar in principe, we hebben nog geen pokeballs. Dus het maakt niet uit. Yeah. Je verliest dan wel veel geld, maar... Ja. Wie heeft geld nodig? Ja, voor pokeballs kan dat best handig. Ja. En healing items. Nog even dat ik dood zou gaan door een Paris met zijn zilverwind. Omdat hij dan... zijn speed werd ook hoe heet het? Ja, omhoog gegaan. Dus toen dacht ik echt van... Ah nee, dan is hij natuurlijk eerst. Maar het viel mee. Welke Pokémon ben jij in de eerste route al tegengekomen? Alleen nog maar Quilava's. Oké. Ik kom nu ook een Drowsy tegen. Dus ik heb Paris, Drowsy en Torchic. Drowsy kan je toch niet vangen? Want... Ja, dat kan je wel vangen. Oh ja, dat wordt dan een backup pair. Nou ja, dat is al beter dan helemaal verliezen. Dus... Ja. Oh ja, ik moet ook nog de Parcel pakken. Ik wou bijna teruglopen. Zonder de parcel te pakken. Eerst even healen, want als ik zo boven moet gaan, dan moet ik wel full heal zijn. Wel een nadeel van Ralts is dat ze zo traag level up gaat. Ja. Maar ja, dat had Tyranitar ook gehad, dus dat maakt in principe niet heel veel uit. Ja, dat is waar. Alleen Omastar had dat misschien niet gehad. Maar ja. Oké, ik heb de pokeballs. Oké, ja, ik krijg bijna de... Oké, dus we hebben... Hey. Psychic en Electric hebben we. Ben ik als eerste eigenlijk met Encounter? Ja. Oké, ik heb een Elekid. Dat is kut. Ja, inderdaad. We kunnen hem proberen te vangen, maar... Ja, het is een baby Pokémon. Dus volgens mij ze hebben die... Catch rate, toch? Ja, die catch rate zal niet heel hoog zijn in ieder geval. Ik ga het gewoon proberen. Waarom niet? Ik even kan Sunflora. Oh, ik ben helemaal vergeten naar de ability te kijken. Ik heb Waterfill, dus ik kan niet geburnt worden. Oké, dat is... Oh, welke gender is jouw Pokémon? Elekid is man. Oh, dan moet ik een andere Pokémon. Welke had jij? Sunflora. Oh, dat is niet heel erg in principe. Dat was een evolution, dus dat is waarschijnlijk ook nog een redelijk hoge catch rate. Ja. Ik kom nu Staryu tegen. Oké. En Staryu heeft geen gender. Dan kun je die vangen. Ik heb de Elekid gevangen. Oké. Dus. Elekid. Ik heb de Staryu ook. Nice. Leel kleine. Ja, dat had ook wel gekund. ik heb hem nu al kleintje. Ik vind het wel best. Oké, we hebben tenminste een backup pair.
Die moeten we wel eventjes in onze dinges doen, in onze box. Want... Diglipik! Trio. Oké, een Cascoon. Oh, die had ik natuurlijk makkelijk kunnen vermoorden. Alhoewel, dat weet je niet. Dat weet je nooit. Je weet niet welke moves die heeft natuurlijk. Oké, ik ga in route 22 een Pokémon tegenkomen, ja? Oké. Oh, ik ga eerst Pokéballs kopen, want dan heb ik in ieder geval genoeg Pokéballs voor... Slim. Om hem te vangen überhaupt. Oh, en ik moet trouwens Staryu even uit mijn team halen, want die mogen team nee. hebben. Die lopen nu de bosjes in en het is een... Een Exploud. Oké. Een mannetje. Oké, dat is normal. Die hebben we niet. Dus nu moet ik alleen maar geen normal type krijgen en we moeten hem vangen. Dat is eigenlijk nog lastiger. Ja. Oké, en ik heb een... Ik heb hem! Oh, echt? Ik heb een horsey, een man. Jij had ook een man, hè? Ja, ik had ook een man, ja. Can't escape! Oké. Please, Vital Throw. Verneuk het niet, alsjeblieft. Dat is fighting, dus dat is niet erg. Ik moet hem Egg Bomb. We hebben nu in ieder geval een backup pair, dus als we dit verliezen is het heel vervelend, maar... Oh ja. Maar Horsey doet alleen nog maar Vital Throw, dus ik heb er hoop in. Oké, back. Ik ga een potion gebruiken. Ik heb net potions gekocht, gelukkig. Dus ik heb er nu 7. Ja, Horsey is dood. Ja. Ja, ik ga eerst toch eventjes gauw naar Poké Center. Is Horsey dood? Oh ja, je moet er Ja, nee, dat is de encounter die ik had. Gelukkig maar. Ja, nee, maar ik bedoel, die hoeft hier niet te vangen, toch? Nee, dat was een mannetje. Gelukkig. Een Machop. Ja, jij zit met je Tyroke natuurlijk. Oh nee, wacht, laat maar. Nee, dat was de vorige keer. Ja. Maar is het een vrouwtje? Ja. Okay. Machop is wel redelijk goed te vangen, dus ik krijg gewoon pokeballs gooien. Denk ik. Ja. Mijn beatbox, zo heb ik hem genoemd, Exploud. Die heeft waterabsorb. Oké. En hoe heet het? Hij heeft Hyper Fang, Razor Wind en Destiny Bond. So do you. Ja. Hij is wel level 2. Ik durf met Gijs niet aan te vallen. Ralt dus. Want die heeft een aanval Egg Bomb, maar die heeft een power van 100. Dus ik ben bang dat Machop dan doodgaat. Oké. Hij shaked er wel 2 keer. Oké. Kom op, please. Doe het. Kom op, alsjeblieft. Ga gewoon in die bal. Nee, niet. Blijf in die bal. Oké, ik moet healen. Oh, please. Alsjeblieft. Doe nou niet zo moeilijk. Oh. Geen potion gebruiken. Pokeball. Please. Shit, hoe moeilijk is het om een Machop te vangen? Oké, 2, 3. Hoezo kan ik wel een Treecko vangen, maar geen Machop? Wat? Oh, een critical hit. Ik zit nog op 1. Oké. Ik ga potion. Kom op. 1, 2. Damn it! Wat doe je, Machop? Waarom blijf je niet gewoon in die pokeball? Kom op. 1, 2, 3. Ja, blijf. Yes! Ik heb hem. Nice. Oh, zoveel moeite voor Machop. Terwijl ik eerder gewoon een Treecko. Ja, joh. Eerste bal, ik heb hem. What the fuck? Okay, ik noem hem. Oké. We moeten denk ik gewoon zo meteen de aflevering. Gaat te goed. Ja, precies. Oké, willen we nog 1 encounter doen? Ja, jij bent de baas van deze aflevering. Dus, Ja, oké. Dan doen we nog 1 encounter. Oké. Vechtbaas heb ik hem genoemd.
Jij mag die eerste encounter dan doen. Oké. Okay. Oh, ik zal eerst die catching tutorial kijken. Ik zit op 9 health met de Krabby. Ik durf eigenlijk niet te runnen. Want ik ben bang dat ik can escape en dat hij me dan killt. Okay. Ja, ik moet wel. Oké, ik ben gerund. Okay. Phew. Is Ghost super effective op Psychic? Ja, toch? Denk het wel. Ga ik dan runnen? Of ga ik healen? Ik run. Ja, oké. Okay. Hoe allemaal net close calls. Maar we zijn nu wel heel erg... We hebben ineens wel heel erg geluk. Ik vertrouw dit niet. Nee, ik vertrouw het ook niet. Ja, jij hebt nu eerst gedaan. Dus dan ben ik nu eerst op mijn encounter. Ja, ik hoop dat het niet fout gaat. Even kijken, want ik had Exploit vooraan gezet, maar die ga ik toch weer even switchen, want die is pas level 2 en dat gaat sowieso fout. Ja. Dus. Oké, jij moet eerst, ben je al wat tegengekomen? Ik ben een Steelix tegengekomen. Oké. Is die primary ground of steel? Steel volgens mij. Oké, ik kom een Arbok tegen. Welke gender? Welke gender is het? Vrouwtje. Oh, oké, dan moet ik een andere tegenkomen. Mijn Arbok is ook een vrouw. Oké. Charbok! Ik kan een eggbompje doen. Daar gaat hij vast niet van dood. Nee, daar gaat hij sowieso niet van dood. Oké. Curlia. Meteor Mash. Oké, dat doet vast vet veel. Nee! Gijs is dood! We hebben een backup pair. We hebben een backup pair daarvoor. Welke was Gijs? Ralt. Oh, oké. Dus als ik deze Curlia vang, kunnen we die wel meteen in ons team doen. Ja. Wil je dat? Wil je het risken? Ik heb alleen nog... hoe heet het? Mijn chop. Oké. Maar die is level 2 of 3. Oh, wacht. Ik mag mijn Sirius dan ook niet meer gebruiken. Nee. Electric. Nou, wat doe jij? dit is echt... Dan, runnen we, ja? Ja. Godverdomme. Sander, moesten we nou echt die ene encounter extra... ik had het nooit moeten doen. Maar we hebben een backup pair. In ieder geval, dus we als het goed is... Ja, want we hadden die ene gevangen. Hoe heet het? Ja, Elekid en... Ja. En een andere. Oké. Daarmee sluiten we de aflevering af. Vond je dit een leuke video? Doe dan een blauwe duimpje omhoog. Zo niet te tellen waarom. Check ook zeker even Mian's kanaal. Want ja, dat is een cool kanaal en zo. En dan zie ik jullie de volgende keer bij een gloednieuwe Pokémon Sol Link. Tot dan. Tot de volgende keer. Later.